Er kan geschiedenis geschreven gaan worden op Varkenoord. Mocht Feyenoord vandaag winnen, zijn zij de eerste periode kampioen van dit seizoen. En gaan zij dus meedoen aan de vernieuwde Eredivisie Cup. Zover is het nog lang niet. Want tegen Twente moet je maar eens zien te winnen. Wonnen nog, vorige wedstrijd met 8-0 van Heerenveen. Toen scoorde deze Fena Kalma 4 keer. Deze bal ging naast de goal van Weimar. Dan de eerste kans voor de Rotterdammers. Van de Lavoir. Wat wijfelend optreden van Domselaar. Maar het is genoeg omdat ze hulp krijgt van Marisa Olieslagers. Een van de speelsters die misschien wel in beeld zou moeten zijn voor Oranje, vindt coach Danny Bakker. Maar niemand van Feyenoord geselecteerd door Mark Parsons. Dit is een misschien wel penalty momentje. Bente Jansen naar het gras. Obispo heeft daar wel heel licht contact met de aanvalster van Twente. Maar het is te weinig, vindt ook de scheidsrechter. Tweede helft met Rijsdijk. Goed opengedraaid. Niet onaardig geschoten, maar daar verrast je Domselaar niet mee. Verschil van 1 punt op de ranglijst. Als Twente vandaag wint, dan hebben zij ook nog kans op de periodetitel. Maar blijven ze afhankelijk van de topper van zondag tussen Ajax en PSV. Die zitten nog op het vinkertouw en hopen op een gelijkspel. En dat komt ook dichterbij als deze bal van Kalma naast gekopt wordt. Het zijn eigenlijk kansen voor de topscorer van de Eredivisie die erin moeten. Twente iets sterker in die tweede helft. Olieslagers en weer Kalma. Het is een lastige bal. Kan er net niet bij. En als Van Es dan in de slotfase op deze manier uitverdedigt. En niet heel erg noodhaftig wordt opgetreden op het middenveld. Komt er nog een enorme kans voor Feyenoord. Daar had Rijsdijk de periodetitel op haar schoen. Maar de bal gaat er niet in. Het zou het laatste moment zijn. Er wordt afgefloten en Feyenoord moet daardoor in de wachtkamer. Is nog niet zeker van de periodetitel. Ajax of PSV kan die bij winst ook nog pakken. Twente is sowieso uitgeschakeld.